Utrecht en Sint Maarten zijn al eeuwenlang aan elkaar verbonden. En net als Sint Maarten is de Sint Maarten Parade niet meer uit onze stad weg te denken. We hebben er even op moeten wachten, maar gelukkig kan die dit jaar weer plaatsvinden. Maar het zal wel net iets anders gaan dan u van ons gewend bent. Op 5 en 6 november is op het Berlijnplein in Leidsrijns Centrum de Ronde van Sint Maarten. En tijdens deze ronde worden de rollen omgedraaid. Want dit jaar staat de parade stil en loopt het publiek langs de elf podia. En dat zijn podia waarvan alles en nog wat op te zien is. Optredens, orkesten, dansgroepen en circus. Er is voor elk wat wils. En langs de route staan maar liefst 200 lichtsculpturen. En dat zijn hele bijzondere kunstwerken, waaraan ontelbaar veel handen uit de Utrechtse regio in het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. En de inspiratie voor al deze kunstwerken is het werk van maar één meisje, de Pakistaanse Malala. U kent haar vast. Het motto van Malala luidt: één kind, één leraar, één boek. Eén pen kan de wereld veranderen. En dat heeft Malala zelf ook laten zien, dat je dat kan. En daarmee is ze een moderne inspiratiebron voor het tegengaan van bijvoorbeeld kansenongelijkheid. Iets waar Maarten in zijn tijd ook al voor stond. Het maakt haar een baken van licht in een donkere tijd. De wereld heeft heel veel Malala's nodig. Daarom nodig ik u van harte uit om samen Sint Maarten te komen vieren. Maak een lampion en kom naar het Berlijnplein. RTV Utrecht en uw stad maken een prachtige reportage van dit grootste feest en zullen dat op 11 november uitzenden. Ik wens u allemaal een heel fijn Sint Maarten toe.